Oké, ik ben één ding vergeten. Oh boy, hopelijk kan ik dit nog op tijd doen. Hopelijk kan ik dit nog op tijd doen. Er komt nou een baas aan, jongens. Daarom moest ik de vorige aflevering zo rapidly. Gelukkig hebben we Fiver die ons even gelijk even heal op. Potions, potions, potions. Potions. Waar ben je? Oké, regeneration. Hebbes. Een iron skin. Ja. Wegwezen hier, anders zijn onze NPC's niet veilig. Oh boy, dit wordt spannend, jongens. Ik weet nog niet eens wat voor buff dat we krijgen van de Mithril, maar ik weet dat we hem nodig hebben. De twins! Holy shnikes! Daar had ik nog niet op gerekend. Buff! Ik laat mijn eigen niet killen zo makkelijk door zo'n vijand. Oh boy. Oh boy. Ik had eigenlijk op de destroyer gehoopt. Oké, jongens, dit zijn de twins. De map even uit, dank je. Oké, de twins die zijn dus super gevaarlijk. En normaal gesproken adviseer ik hiervoor om de Mega Shark te hebben. Maar die heb ik helaas niet op dit punt. Oh, ik ga zo dood. Ik ga zo dood! Ik kan een health potion gebruiken. Ah! kan ik hem misschien ontwijken door even... ik kan deze niet halen nou. Ik kan hem niet halen. Misschien dat het redt, dat het ons gaat redden als we in hel komen. NPC's overleeft dit, NPC's overleeft dit, NPC's overleeft dit, NPC's overleeft dit. Oh, ik kan hem echt niet aan met dit wapen. We gaan hem ontwijken. We gaan hem ontwijken. Go all down! Hopelijk heeft het effect. Als de muziek stopt, zitten we goed. Ik hoor hem niet meer. Zitten we goed? Ik had gehoopt op de destroyer. En ja, trouwens, bij de Twins speelt ook de Wall of Flash muziek. Oké, de muziek is weg. Kunnen we weer veilig naar boven? Heb ik een death ontweken? Is hij weg? Fiver mond dicht! Ik hoor niks. Volgens mij zijn we veilig. Niemand komt hierheen. Oké. Volgens mij zijn we veilig, jongens. Volgens mij zijn we veilig. Dat was nog niet de baas waar ik op had gehoord. Ik wil eerst het destroyen, want dan kunnen we Mega Shark maken, maar... ik had nog niet eens kogels hiervoor. Daarvoor wil je crystallized bullets hebben. En ik weet, ik heb de crystals, maar... Oké, nou, we hebben het gehad. In ieder geval, goedemiddag. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Terraria. Ja, met de raarste intro ooit. Oh, Terraria. Jij weet echt hoe dat je mensen een hartverzakking kan geven. Goed, wat is de bonus die we krijgen? 5% melee critical strike chance en 5% increased damage. En reset increased. Oké, dus we hebben heel veel kans op critical strike chance met dit armor. Oké, nou, het eerste wat ik eigenlijk wil doen is eventjes de Knight's Edge mee hier even weer terugplaatsen. En dat we onze saber bij ons hebben. Want nou dat we zoveel crystal shards bij ons hebben, is het heel erg belangrijk om even bij onze Mithril Anvil te gaan staan. Ah, jongens. En dan kunnen we dus zeg maar de Red Face Blade maken. Die doet 52 melee damage, maar op het moment dat ik hem equip is het een nasty. Ja, hij geeft al weinig knockback, daar niet van, maar... ik ken hem misschien, reforge, kan ik even proberen. Hij geeft nou 54. Laten we hem heel eventjes comparen met de andere zwaard die we hebben. Sorry dat de vorige aflevering zo afgekapt werd, maar ja, dat blame die baas. Even kijken, jij doet 53. Jij doet 54, dat is iets meer. Plus, deze is volledig automatisch en geeft dat gave woo sound effect. Wat ik leuk vind! Nou ja, ik had mijn buffs. Waarschijnlijk heb ik daardoor overleefd. Oh. Terraria, doe dat mij niet meer aan, zeg. Oh. Jeez. Nearly had verzakking daarbij, maar goed. Wat ik in deze aflevering van plan ben om te gaan doen is... wat is dit? Heart reach. Increased heart... oh ja, ik had die potion niet weg. Maar maakt niet uit. Even kijken, want ik zou ook heel eventjes laten zien hoe dat het Mithril Armor eruit ziet... op het moment. Dus dan doen we heel eventjes doen we dit even uit. En zo zie je dus zeg maar, dit is de Mithril Armor die we dus nu dragen. Geeft geen speciale effecten op het moment zeg maar dat we lopen. Het geeft alleen maar extra... het geeft een hele goede defense. Zoals je ziet, we zitten op 58 defense. Dus zeker heel erg handig. En daar deed ik het eigenlijk ook voor.
Dus ja, ik heb niet echt veel wat ik nou in mijn inventory terug kan stoppen. Dus ik denk zoiets van laten we dit dan gewoon zo even houden dat het is. En wat ik eigenlijk wil doen is ik wil terug naar deze skybase. Omdat ik wil een paar wivers gaan verslaan. Nou, dat we nieuwe armor hebben. En daarvoor heb ik dus zeg maar, ja ik ken wel... Ligt eraan hoeveel gravitation potions we hebben. 2. Ja, dan gebruiken we gewoon een gravitation potion. Ik heb mijn bommen nodig. Ammo. Quickstack, niet nodig. Oké, ik heb er al... Nou, nemen we gewoon zo 100 mee. Want die medio die daar dus op het moment staat, die wil ik dus zeg maar meenemen. Dus dan maak ik heel eventjes een paar blauwe... Of ik maak daar sticky bombs van. Dat is nog beter. Die kunnen we maar stacken tot 50. Maar dat maakt niet uit. En even kijken, ik heb de Nimbus rot. En oh ja, ik wou eventjes de face blade, wou ik heel eventjes nog upgraden. Ja, weet je wat? Ik doe alvast eventjes één comment. Dat lijkt me wel zo eerlijk. Dus even naar bouw. Bouw. Even kijken. Doen we even een sign. Ja, gisteren zijn we zo interrupt door dat. Want ja, je kunt dat niet pauzeren. Dus, en ik dacht dat we hem wel aankonden als het te destroyen was. Maar het was dus de twins. En de twins gaan we zeker nog destroyen. En ik weet het. De comments gaan er helemaal voor met lafaard, maatje. Zelfs Fiverr die zei het. Maar ja, Fiverr die is eigenlijk best wel aardig. Maar goed, ik ga heel even de comment neerzetten. Ik zie jullie in een seconde. Oké, nou, de comment die is geplaatst. En die komt van Jurgen Donker. En die had geschreven, echt coole video, doe meer Terraria. Nou, je hebt geluk, want ik verveelde me dit weekend. En dan ga ik automatisch toch nog extra afleveringen maken. Dus daarom hebben we dit weekend gewoon Terraria. Dus, beetje rommelig weekend, ik weet het. Blame Twins, waarom ook niet. Maar, ja, we hebben het in ieder geval voor elkaar gekregen. Maar goed, waar we dus nu naartoe gaan is... ja, ik kan die Gravitation Potion wel eventjes gebruiken, zeg maar, voor een andere Skybase te vinden. Maar aangezien dat ik weet dat er bij die Skybase altijd er, zeg maar, van die meloten spawnen. Van hoe heet ze nou? Ik ben de naam kwijt, jongens. Harpies. Zo heette die kring, hè? Wil ik dus zeg maar daar zo snel mogelijk naartoe gaan? Nou, Fiverr die vliegt gezellig met ons mee. Nooit weten hoe dat, konijnen eigenlijk kunnen vliegen. Blijkbaar kunnen ze vliegen in Terraria. Dus, juist. Nou, dus wat we gaan doen is, we gaan een paar wivers verslaan, nadat we betere armor hebben. Want wivers die droppen Soul of Flight. En we hebben 20 Soul of Flights nodig om dus zeg maar aan een paar vleugels te kunnen komen. Aangezien dat wij de Frost Feather hebben. Dus vandaar dat het zeker heel erg belangrijk is om dit te gaan doen. Nou was ik ook al eigenlijk maar aan het voorbereiden op een volgende baas. En ik vergeet weer mijn timer aan te zetten. Wat heel erg slim is van mij, maar niet heus. Hint, hint, haha, grap. Dus mag ik al even mijn timer weer? Dankjewel. Ah, die twins waren eng. Oké, bye. Do you wanna fly up high to that funny sky base? Do you wanna see a harpy or may a wither in space? Oké, sorry, dat was nergens voor nodig, dat zingen. Oké, nou, even een beetje dat zwart even weghalen. We hebben nog één gravitation potion, dus we kunnen nog wat meer skybases zien. Want ik wil echt weten waar dat die tweede meteor in het begin van de let's play is gevallen. Dus dat sowieso. En ik wil een beetje dat zwart even weghalen, zodat we een beetje zeg maar meer sky kunnen zien. Kunnen we zien hoe leeg dat deze oppervlakte wel niet is. Moeten we wel uitkijken, want op het moment dat we dus zeg maar heel erg hoog komen, kunnen dus zeg maar de harpies kunnen dan zeg maar spawnen. Maar dus ook de gevreesde wither kan dan spawnen. Dus daar willen we zeker voor uitkijken. Goed, nou hier zijn we en er zit daar een meteor. Is dit een halo geworden? Oké. Deze skybase is hello geworden. See if I care. Oké, nou even hier een paar bommen plaatsen. Want dit is de manier om meteor eigenlijk te minen op het moment. Tot we geen damage meer van nemen. Dus we pleuren gewoon overal even wat bommetjes neer. En we worden er zelf door geraakt. Hartstikke leuk, hartstikke aardig. Au, daar lag er nog één. Het is niet eigenlijk slim om dit nou zo te doen. Maar dat maakt niet uit. Oké, nou even hier. Want op het moment dat er minder chunks liggen dan 50. Dan is het zeg maar een gewone... Medio. Ik denk dat ik hier genoeg ruimte voor heb, dus ik hoef niet echt heel erg bang te zijn. Niet de boel opblazen, jongens. Oké, nou, de meteor die is weg. Oké, hebben we dat gehad? En nou heb ik nog steeds niet mijn... een harpy banner, yay. Nou heb ik nog steeds eigenlijk niet mijn... mijn faceblade geüpgrade. Maar dat maakt op zich niet zoveel uit, aangezien dat de wither... Daar hebben we, gaan we de Superior Demon Sight voor gebruiken. Dus ik zie jullie in een seconde als de wither wil spawnen. Want die komt dus zeg maar rarely in één keer langs. Dus de map mag even weg van mij. Want het kan een hele gevaarlijke baas worden. Of ja, baas. Vijand. Het is gewoon een common vijand. Het is niet echt een baas.
Maar we moeten ze wel destroyen. Dus ik zie jullie in een seconde. Wat? Twee giant harpy feathers van twee monsters naar elkaar? Oké, de harpy feather is... hoe leg ik dit uit? Ik wou dus zeg maar later, als ik dus zeg maar een wiffer had, wou ik dus daarover gaan hebben. Maar blijkbaar komt hij nou al zomaar uit de lucht vallen. Een harpy feather is een extreem rare drop van een harpy. 1% kans op zo'n... Hetzelfde als een Nazar. Alleen, harpies die spannen dus zeg maar regelmatig. Maar ik krijg er gewoon twee achter elkaar. Hoe groot zijn die kansen? Nou, waarvoor dat je de giant harpy feather nodig hebt, dat is dus zeg maar om de harpy wings te maken. Nou, wij hebben een frost feather, dus wij maken de frost wings. Aangezien dat de frost wings slightly beter zijn dan de harpy feathers. Die zijn echt een klein beetje beter. En makkelijker te krijgen. Dus... Hey! Hallo! Oké, slaam, slaam, slaam. Oké, dit ding dat doet goede damage. Oh, de wivers. Oh, ik heb geen magie meer. Misschien is het heel eventjes handig om eventjes snel eventjes dit even zo te swappen. Oh, help, help, help. Oké. Magie. Oh, please zeg me dat ik jou aan kan. Please zeg me dat ik jou aan kan. Oh boy, dit gaat niet goed. Oh, shnikies. Kom op, ik heb de goede defense ervoor, jongen. Sterf. Oh, ik heb nog maar 60 health. Huh? Ik ga niet dood. Ik ga niet sterven. Ik ga niet sterven. Oh boy. Oké, ren, 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 ren. Oké, ik ontwijk hem gewoon één keer. Komt hij aan. Dit is eng, jongens. Oké, rennen, 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 rennen. Spring. Oké. Ik ben boven. Niemand komt hierheen. Ik ben alleen. Hierboven. Oké, mijn magie. Ik moet hem gewoon even nou zo raken. Hij is dood. Oh, zoveel angst hier. Oké, ik wil heel eventjes... Kan ik die maken? Nee, ik heb geen hout. Wacht, ik heb wel hout. Hout genoeg. Oh, man, oh, man, oh, man. Dan ging ik me net goed. Geef me een helpootje. Mocht er nog eentje spannen. Ah, dit is... Niet even wat ik in gedacht had. Waarom ken ik nog... Heb ik er meer hout voor nodig dan? Juist. Oké. Campfire. Verplaatsen. Oh, sweet life regen. Sweet life regen. Oké, dus we hebben 20 souls of flight op dit moment nodig. Ga dood jij. Ik wil mijn regeneration even zo goed houden, ja? Dus ga even dood. Dankjewel. Dus ja, een harpy feather kan wel handig zijn. Maar ik zou persoonlijk ga ik dus liever zeg maar voor de frost feather. Omdat die makkelijk te krijgen is. En omdat het dus zeg maar... Omdat die dus zeg maar... beter zijn dan de harpies. Dus, maar goed dat we de twee hebben gekregen. En we hebben maar 5 soul of fire. Ze kunnen dus zeg maar tussen de 5 en de 10 droppen. Elke wiver die we tegenkomen. En ik was dus eigenlijk aan het gaan voor dat boek ding. Aangezien dat... Ja, ik ken hem... wacht eventjes. Misschien dat ik... welke hebben we niet nodig? Nou, de Cloud in the Bottle heeft me zeker goed gered. welke kan even weg? Welke kan even weg? Ja, de Huffer Boots die heb ik ook nodig. Dat is een nadeel. Ik heb alles nodig wat hier ligt. Cloud in the Bottle om te ontwijken. Magic hebben we nodig. Shield hebben we nodig voor extra defense. Ik denk dat ik toch maar heel eventjes de Lucky Horseshoe even wegdoe. Dus nou moeten we eventjes voorzichtig zijn dat we nou falling damage kunnen nemen. Dus dan moeten we zeker vooruit kijken. Oké. Alles is goed. Alles gaat goed. Alles gaat goed. Alles. Alles. Oh, dat was eng. Dat vond ik echt eng. Oké, nou we hebben in ieder geval weer volledig health. En we moeten nog een paar wivers verslaan. Dus ik zie jullie op het moment dat er weer verspant. Daar komt hij weer! Oh, baby. Oh, snijkies. Oh, snijkies! Oh, jij doet zoveel damage. Zoveel damage. Oh, nee, 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 nee. Ik kan een health potion gebruiken. Ik kan een health potion gebruiken mocht het nodig zijn. I am flying when I can. En jij bent angstig. Oh, boy. Oké, nou. Bekennen ze een patroon. Bekennen ze een patroon. Raak hem goed. Oké. Ik haat jouw harpy beest. Oh, ik haat wivers. Oh, zoveel angst. Oh, ga dood. Ga dood, ga dood, ga dood, ga dood, ga dood.
Oké, we hebben je bijna. En jij hebt mij bijna. Oké, daar is hij. Mooi. Ah, hij krijgt er ook heel erg veel golden coins van. Ik geloof dat ik daar 2 golden coins van had gekregen. Oké, we moeten er nog 5. Dus zoals net, hetzelfde. Gaat dood, Harpy Beast. Net zoals net, ik zie jullie wanneer dat de laatste spant. Hehe. Jongen zeg. Is je op vakantie? Jeetje, dat duurde voor eeuwig, man. Oh, oké. Nou, ik ben helemaal vergeten dat ik jullie ontwijk. Maar goed, de Wither is dus heel erg handig om daar dus zeg maar piercing bullets voor te gebruiken. Zoals medium bullets. De side werkt heel erg goed, zoals ik hier al een paar keer heb demonstreerd. Totdat hem vaker raak. Ik geloof dat het de Jester arrows zijn die ook heel erg goed werken. Weet ik niet zeker. Dus ik ben niet echt zo bekend nog met pijl en boog. Dus er zijn een heleboel challenges die je dan zeg maar zou kunnen doen ermee. Oké, nou weet je waar? Ik maak me gewoon hiermee af. Kom maar. Oké, hebben we hem? Soul of Flight, we hebben er genoeg. Oké, tijd om naar huis te gaan. Ik heb nou genoeg van die zooi ondertussen wel niet verzameld. Dus tijd om naar huis te gaan. Zo. Dus, oké, eventjes nou even mijn timer weer aanzetten. Ah, dat was een lange knip, jongens. Echt, ik kan jullie vertellen hoe. Ik weet dat die vijanden rare zijn, maar... dat duurde echt lang. Goed, nou, nou, was eigenlijk de bedoeling om dus zeg maar een baas te doen, maar omdat de nacht al bijna voorbij is, heeft het dus weinig zin om dat nou te gaan doen. Wat ik jullie al eventjes wil laten zien, de normale vleugels waar dat mensen normaal gesproken altijd mee beginnen, dat is zeg maar met, als je de feather hebt, met de angel wings of de demon wings. Deze zijn allebei eigenlijk precies hetzelfde. De ene die maak je met Souls of Light en Souls of Night. En de andere die maak je met Souls of Light. Hetzelfde recept, 10 feathers. Maar dit zijn dus zeg maar de slechtste vleugels die je dus zeg maar kan krijgen. Over even alle vleugels te laten zien die we kunnen maken. Dat is natuurlijk altijd leuk. Hier zien we dus zeg maar de Angel Wings. Die zien ze volgens mij ook op volgorde. Fairy Wings, die kunnen we maken zeg maar met 100 Pixie Dusts. We kunnen Harpy Wings maken zoals ik al zei met de Giant Harpy Feather. Die we 2 tegelijkertijd hebben gekregen waar ik eigenlijk al van was. Butterfly Wings, die krijg je van Butterfly Dust van een speciale vijand die je volgens mij in de jungle vindt. Bone Wings, met een Bone Feather. Ik weet niet precies waar je de Bone Feather van kreeg ook alweer. Maar ik zal het hier even in beeld eventjes laten zien. Nou, de Fire Wings, die kunnen we later pas in krijgen. Want dan komt er een vijand, die komt namelijk in hel. En daar krijg je dan de Fire Wing van. De Frozen Wings, die we dus nou kunnen maken. Die kunnen we dus maken van de Ice Feather en 20 Souls of Light. De Bat Wings, die kunnen we dus zeg maar maken van een Broken Bat Wing. Die krijgen we bij een speciaal evenement die op dit moment nog niet mogelijk voor ons is. B-Wings van de Tethered B-Wing. Fairy Wings, die krijg je van de Black Fairy Dust. Spooky Wings, van de Spooky Twig, die we ook nog niet kunnen maken, want die wordt gedropt door een eng ding, wat ik ook nog niet kan vertellen. Ghost Wings, van Ectoplasm, iets wat we nog niet kunnen vinden. Beetle Wings, die kunnen we van Beetle Husk maken, maar helaas, Beetle, die wordt gedropt door een baas, daar we ook nog langer naar niet heen komen. En natuurlijk, Final Fantasy. Back to the Future reference, de hoverboard, die maken we met Shroomite Bars, die we nog niet kunnen minen, omdat we hebben dus zeg maar nog geen Glorified die we op dit moment kunnen minen. Nou, met die uitleg, ik wou het heel eventjes jullie vertellen. Zo vriendelijk ben ik wel, hoop ik dat jullie dat vriendelijk vinden. Dus wat we nou heel eventjes nodig hebben, dat zijn bij onze materialen heel eventjes onze ijs verder. En nou hoop ik dat het spel vriendelijk genoeg is om mij eventjes iets goed te geven. Kijk, zoals we dus zien, we kunnen dus ook de Harpy verder maken, maar die wil ik dus niet. Wat is dat? Medium Bar. Die ken ik wel een paar maken voor Meteor Bullets in de toekomst, want we hebben natuurlijk al die Meteors gepakt. Maar ik wil dus de Frozen Wings. En wat nou het grappige is met de Frozen Wings, de Lucky Horseshoe is dan niet meer nodig. En sterker nog, niet alleen de Lucky Horseshoe is niet meer nodig, de Cloud and the Bottle die hebben we dus ook niet meer nodig. Dus ja, dat is eigenlijk precies wat we willen. En nou hebben we dus zeg maar vleugels, waardoor dat we kunnen vliegen. Nou, je kunt niet oneindig vliegen. Ik weet niet of we eigenlijk... We kunnen ook niet meer de double jump doen van de hoverboots. Maar de hoverboots wil je geëquipt houden vanwege zeg maar, de snelle rennen wat de hoverboots eigenlijk geeft. Dus ja, deze 2 die zijn niet meer nodig. Dus die mogen we terug in onze accessoiresdoos. Dus die pleur ik daar heel eventjes gelijk bij. En aangezien dat we dus zeg maar nou... ja, ik doe dat dan in de volgende aflevering netjes eventjes die baas tot we een boss battle run gaan doen en alles. Dus dan kan ik in deze aflevering heel eventjes laten zien wat we precies gaan doen. Het eerste wat ik eigenlijk wil doen is eventjes naar mijn eigen huis. Even ons geld even ophalen. Dus dat is natuurlijk heel erg handig om te doen. Dus het grappige is ook vliegen dat... gewoon je spatie ingedrukt houden. We hebben een platinum coin. Zeker handig om die... weet je waar, ik doe het even anders. Ik doe gewoon eventjes quickstack. En doe maar de platinum coin. Want er zijn even een paar dingen die ik wil reforgen. Dus even kijken.
Die hebben we allemaal gequickstacked. Jou wil ik nog wel even bij me houden. Mitril bars, we hebben ons mitril armor waar ik heel erg blij mee ben. Ik wil nou hollow bars kunnen krijgen. Waardoor dat we dus zeg maar iets met de frost cores kunnen doen. Dus ik ga heel even... Oh, wacht. Ik loop allemaal op en neer. Waarom? 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 Kan niemand mij vertellen waarom? Ja, dank je, Fiverr. Oké, nou. Even kijken, de Souls of Flight, die kunnen we dus zeg maar hierbij plaatsen. De Soul of Light kunnen we daarbij plaatsen. De Feathers, ja, de Giant... Ik vind het wel mooi dat ik ze heb gevonden. Dus ik zal er eentje hierbij laten. Waarom ook niet, omdat we hem toch eentje gevonden hebben. We hebben er twee gevonden eigenlijk. Eentje die doe ik mooi verkopen. Die andere Frostwing, die ga ik ook verkopen. Deze die ga ik maken om heel eventjes dan Crystallized Bullets van te maken. Nou, ik heb nog maar... Ik heb eigenlijk... Ja, ik kan die slot eigenlijk daarvoor gebruiken. Ik kan vast wat Crystallized Bullets hebben. Tot eerst die oude zooi even opgemaakt wordt. Ik denk dat ik dat zo ga doen. Oké, nou. Dus ik doe heel eventjes mijn inventory clearen. En ik zie jullie in een seconde. Oké, nou. Met dat gedaan te hebben wil ik heel eventjes langs Malik. Om heel eventjes wat extra normal bullets te halen. 999 zal wel decent zijn. In de nacht moeten we ook nog iets anders bij hem halen. Dus ik hoop niet dat we alles nou een beetje verbrassen met de reforge. Oké, fart. Hopelijk ga je me niet oplichten. Even kijken. De Nasty Red. Ja, ik wil die knockback toch. Oké, eens even kijken. Hoe lazy. Nasty weer. Heavy. Nasty. Stop nou eens met de hele tijd hetzelfde te geven. Dat is gemeen. Deadly. Doe het voor. Deadly vind ik goed. Deadly is prima. Oké, nou. Kan ik wat defense krijgen op mijn wings misschien? Want de wings zijn nogal duur om te reforgen. 1 defense. Nee, daar hebben we... Nee. 14. 1 damage. Critical. Critical. Geef nou iets meer. Nog één keer. Ik heb het gemeen. Ik haat jou. Jij bent gemeen. Nou ja, dan gaan we dan later nog wel eventjes ons extra geld aan verbrassen. Goed, dus dan willen we heel eventjes langs onze Mitril Armor. Of Anvil. En dat willen we eventjes doen om onze Crystallized Bullet Cell heel even te maken. Dus zo. Deze die ook dan wel heel eventjes hier. Eerst het oude opmaken. Dus de Crystallized Bullets die gaan dan helemaal onderaan. Crystallized Bullets die... ja, die shatteren dus zeg maar bij impact. En die doen dus multiple damage. Waardoor dat zeker handig is om die zeg maar te gebruiken tegen sommige bazen. Wat ik nou dus wil doen is... We hebben een Mechanical Worm al. Maar die wil ik dus ook nog heel eentje maken. Dus dan weet ik dat ik dus even kijken. Dan heb ik nodig de Rotten Chunks. En een mailgeluidje daar. Ik heb ook lood nodig, als ik me niet vergis. Resources. Ja, lood hebben we nodig. En als ik me ook niet vergis, hebben we dus zeg maar... Asher, Brian. Brian uit de lava. Kunnen we alsjeblieft... Kun je mij heel even vertellen wat ik nog meer nodig heb om die dingen te maken? Crafting. Even kijken. Mechanical Worm. Souls of Night. Nou, daar hebben we gelukkig genoeg van. Dus heb ik nou... Mag ik maar rotte chunks? Dank je. Oké, dus we hebben Souls of Night nodig. Want we moeten er een paar gaan verslaan om dus zeg maar een paar hollowed buyen. Of hallo. Dinges te krijgen. Oké, nou dan gaan we hierbij staan. Dan kunnen we dus met Mechanical Worm. 1, 2, 3. Niet te veel, half pootje. Oké, dan hebben we er dus in totaal 4. Dus in de volgende aflevering, dames en heren, jongens en meisjes. Gaan wij... Boss Battle Glory krijgen. Dus dan gaan we hopelijk zoveel mogelijk van die beesten verslaan. En dan moet ik ook nog heel eventjes nou kijken bij de potions. Want we zitten nog in dagtijd. Dus we kunnen nog het een en ander craften. Potions Ingredients. Want ik wil dus even kijken hoeveel defense potions ik nog heb. Resource potions. Ik heb nog genoeg 3 regeneration. Maar ik heb wat Iron Skin potions nodig. Iron Skin potions die maken we met water. Alleen die hebben we op dit moment niet bij ons. Ik geloof Daybloom en Iron of Lead Ore. Iron of Lead, maakt niet zoveel uit. Dus zo. En dan hebben we dus even wat water nodig. Nou, wat was ook alweer het dichtstbijzijnde water? Volgens mij hieronder gewoon ergens. Dat ik hier even een plateautje onder had gemaakt. Dat we hier... Ja, daar hebben we water. Dus ja, ik laat het heel eventjes zien. Een beetje craften is ook altijd handig om een beetje te laten zien hoe dat precies werkt. Wat we maken, waarom dat we het maken en hoezo dat we het maken. Dus eventjes hier eventjes de waterbottle even vullen. Brrrup. Mag ik even wat extra waterbottles? Dankjewel. Nog een paar. Dankjewel. Dus Iron Skin Potions die zorgen er dus voor dat we meer defense hebben. Wat zeker handig is voor de bazen. Die we dus nu gaan verslaan. In dit geval de Mechanical Worm, oftewel de Destroyer.
En ik denk dat we de Destroyer wel aan kunnen, aangezien dat we een goede Murderous Nimbusrot hebben. Misschien dat de Superior Demon Sight handig is. En anders hebben we nog altijd onze Deadly Red Face Blade dinges. Dus even kijken, als het goed is, kan ik nou die potion maken? Nee? Wat mis ik? Jawel, ik zag hem ertussen staan. Oh, eens even, ik zag hem ertussen staan. 1, 2, 3, 4. 5. Hang mij uit. Gewoon huppakee. Oké, nou, dus dan doe ik heel eventjes dit weer eventjes terugplaatsen. Want die sunbloemen die zijn heel erg handig, want dan maken we Potion of Regeneration mee. We maken er allerlei soorten potions van, dus... Oké, nou, dit mag weer terug bij de resources. Quickstack alsjeblieft, waarom staan jullie separate? Dat is nergens voor nodig. Led bar, die mag weer terug. Heb ik die oorzop weer terug? Ja. Dat zijn de potions die we nodig hebben. Ik wil hier nog een extra verdieping gaan maken, maar dat kan voor later. Ik wil deze erbij hebben. En dan ga ik gelijk eventjes nou het netjes afsluiten. Niet zoals gisteren. Gewoon netjes met een sign. Gaan we naar de comment van de dag. Die komt van... Zoals altijd eerst even een seconde. Natuurlijk zoals altijd bedankt voor jullie geduld van die ene seconde. De comment van de dag die komt van Romein Rodenburg. En die had geschreven... Navi. Nee! Jullie kennen het er wel. Romein, heel erg bedankt voor je geweldige comment. Leuk dat je de Navi-reference gelijk snapt en dan alles. Hey, listen, what's up? Hey! Dus heel erg bedankt, staat op de wall of comments. Gefeliciteerd daarvoor. En morgen gaan we dus een boss battle. Dat is maandag, want ik weet het, zaterdag heb ik heel laat geüpload. Maar ik had toch gewoon zin om te uploaden. Dus maandag gaan we gewoon verder. En dan gaan we dus een boss battle galore doen. Dus heb je nou een zware dag op school? Heb je in ieder geval iets om naar uit te kijken. Dus maar wel goed studeren, is heel belangrijk. Dus ja, met dat gezegd, heb je leukste momentje, laat het natuurlijk weten in de reacties. Laat een like achter als je daar natuurlijk tijd voor hebt. Wat vijver eigenlijk gisteren zijn, omdat ik gisteren daar geen tijd meer voor had, omdat er in één keer een baas kwam. Ik dank jullie voor het kijken en ik hoop jullie morgen allemaal tussen mijn nieuwe aflevering. Dus tot dan. Doei! Bedankt voor het kijken, jullie zijn awesome!